Oeh. Ik pak steeds hele kleine stukjes. Zo'n prachtige kleur, wauw. Hallo jongens, welkom terug bij weer een nieuwe video op het YouTube kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina. En vandaag ga ik twee feestelijke make-up looks maken. Je kan het ook zien als een soort van day-to-night look of gewoon kiezen wat je zelf mooier vindt. Ik heb mijn basis al wel opgedaan, maar bij Action kwam ik net dit pakketje tegen. Ik heb hem al wel eens vaker gezien en het leek me heel erg geschikt voor deze video. Er zit oogschaduw in, een lipstick, een kwastje en mascara. Daarbij heb ik een gel eyeliner en dat is voor een wat zwaardere look. En dan heb ik ook nog een nude lipstick met een nude lip liner meegenomen. En dit is dan voor de wat meer de dagelijkse look. En nog twee kwastjes heb ik erbij gekocht. Dus ben je benieuwd hoe ik de producten gebruik en hoe het allemaal bevalt? Blijf nog gezellig even kijken. Doe ook alvast je duimpje omhoog. En abonneer je ook natuurlijk op het YouTube kanaal van Action Nederland. Want dan mis je geen enkele upload. En laten we snel gaan beginnen. Oké, ik ga beginnen met oogschaduw. En die zit natuurlijk hierin. Zal ik even bronsje erbij pakken. Dit pakketje hier kost €4,95. Dit is trouwens mijn spiegel die je ziet. Ook een hele mooie bij Action vandaag gehaald. En ik zet even zo. Want ik dacht, dan zie je nog een beetje kerstboom. En nou ja, gezellig. Ik begin met het oogschaduwpaletje. En dit zijn alle kleuren die erin zitten. Oh, er zit ook nog zo'n sponsapplicator in. Ik ben daar persoonlijk geen fan van. Trouwens, dit is wel handig voor dit, bedenk me nu. Dus misschien ga ik hem wel gebruiken. Dit zijn de kleuren, vrij warme tinten. Maar goed, ik hou er wel echt heel erg van. En in het begin houden we dat dus allemaal wat natuurlijker. Ik heb hier ook een eyeshadow blending brush. En die ga ik nu gebruiken. Als allereerste ga ik in de kleur hier. Deze kleur gebruik ik ook voor mijn hele ooglid. Om het ook soort van weer af te poederen en echt een lichte basis te geven. Ik ben altijd vrij makkelijk en simpel in mijn make-up. Je hoeft zeg maar niet extreem veel moeite te stoppen in een mooie ooglook. En dat probeer ik altijd soort van aan mensen te laten zien hoe simpel het eigenlijk is. Dan ga ik in deze kleur hier. Poedert wel wat, dus tik jouw kwastje even af. En die breng ik aan soort van in mijn arcadeboog. En de kunst is wel om niet te veel oogschaduw in één keer te pakken. Je kan beter het met laagjes aanbrengen. Als je in één keer heel veel oogschaduw pakt, kan het heel moeilijk zijn om het uit te blenden. En omdat het kwastje net even wat platter is, gebruik ik het met soort van zulke stampende bewegingen. Ik zou echt niet weten hoe ik het moet uitleggen. Met het platte kwastje wat erin zit, ga ik even in deze kleur. En ik breng het lichtjes aan op mijn onderste wimperrand. Dus heel lichtjes zo. Ik wil de look nu dus nog niet te zwaar maken. Maar ik wil wel dat je ziet dat ik make-up op heb. En het mooie is, ik pak nu heel eventjes mijn vinger. En ik ga in deze gouden kleur hier. Dat is heel simpel. En dat stippel ik even aan in het center van mijn oog. Voor een beetje glitter dus. Het is nu nog allemaal heel subtiel. Maar mocht je dit wat feller willen, dan kun je dat natuurlijk opbouwen. Of je kan een nat kwastje hiervoor gebruiken. Dan geloof het of niet. Maar we gaan toch de sponsapplicator pakken. En dan ga ik in deze allerlichtste kleur. Een hele mooie shimmer tint is dit. En die breng ik aan in de binnenste ooghoeken. En hiermee kan ik daar dus echt heel erg makkelijk bij. Want als je een beetje nagels hebt, dan kan het dus heel lastig zijn om daarbij te komen. Dat heb ik nu dus bijvoorbeeld. Dus dit is dan een hele subtiele, glanzende look. En in het pakketje zat ook een mascara. Dit is hoe die eruit ziet. En die ga ik even aanbrengen. Om de look wat frisser te houden, kun je er ook voor kiezen om dus geen mascara aan te brengen op de onderste wimpers. En dit is hoe dan mijn ogen er nu uitzien. Ik heb wel een beetje geknoeid. Voor mij maakt het nu niet uit, want ik ga straks nog eyeliner aanbrengen. Maar gewoon heel lichtjes. Maar dit is gewoon een hele lichte, frisse look. En dan ga ik er nu bij een lipstick en een eyeliner aanbrengen. En ik ga voor dit lookje nu, hou ik de andere lipstick nog even in de doos. En ik pak eerst deze lip liner in de kleur Muffin. Ik heb wel vaker deze lip liners gebruikt en ik vind ze echt wel heel fijn. Mooie kleurtjes ook altijd.
En het glijdt echt goed. Er komt veel kleur vanaf zoals je ziet. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om je hele lippen hiermee te doen. Maar ik ga nog wel de lipstick erbij pakken. En ik heb hem in de kleur crème brûlée. Dit is hoe die eruit ziet. En dit past ook wel heel goed bij mijn lip liner sowieso. Maar ook bij de rest van mijn lookje. Zo krijg je natuurlijk een hele mooie, softe glam look. Maar ik ga weer terug in de gouden oogschaduw. En ik ga iets proberen. Ik denk wel dat het mij gaat lukken. Wacht, is het heel goldy? Ik denk dat het wel leuk is. Ik kan het natuurlijk ook gewoon aanbrengen. Als een soort highlighter. Hiervoor zou ik wel echt even een ander kwastje doen. Maar dit is even alles wat ik bij de hand heb. Maar je kan natuurlijk ook je vinger gebruiken. Als je maar geen duidelijke strepen gaat zetten. Dus een soort van een beetje aanstippelen. Dan kan het wel. Een hele subtiele glans. En dat kun je natuurlijk ook hier een beetje aanbrengen. En hier ook te veel. Nou meiden, dit is sowieso altijd handig. En dit is dan de eerste look. Dus heel fris. En dan ga ik hem nu dus iets zwaarder maken. Door in ieder geval wat meer oogschaduw aan te brengen. En wat donkerdere kleuren. Ik heb natuurlijk al een beetje mascara op. Dus ik moet even wat voorzichtiger doen. Maar deze kleur vond ik in ieder geval super mooi zo net. En die ga ik heel lichtjes toevoegen aan de buitenkant van mijn oog. Ik wou net zeggen, als je dit met hele lichte bewegingen doet, dan moet er niks aan de hand zijn. Maar mijn mascara is nog niet droog. Dus bij mij was er meteen iets aan de hand. Het is ook een beetje, het is een vrij warme kleur. Ik hou er wel van. Zo zie je ook maar hoeveel je kan doen met één kwastje. Ik ben echt zo iemand. Ik wil mijn make-up niet nog ingewikkelder maken dan dat het eigenlijk al is. Dus ik probeer altijd meest luie, simpele dingen uit. Oké, dan pak ik toch even dit plattere kwastje. En ga ik in deze shimmer kleur. En die breng ik aan dus in het center van mijn oog. Oeh. En die, nou, weet je wat? Ik breng hem gewoon helemaal aan. Oké, pak ik toch even weer dat kwastje. Ik vind de glitter echt heel mooi. Oké, ik vind eigenlijk de onderkant van mijn oog ook wel prima zo. Alleen ik voeg nog één klein laagje eraan toe. Als je dan toch voor een zwaardere look gaat. Zo. En dan pak ik even de eyeliner erbij. Want dat maakt echt een look helemaal af, vind ik. Vooral in de avond vind ik dat super mooi. Oké, dan heb ik hier de gel liner. En hier zit al een kwastje bij. Wat echt ideaal is. Want ik heb niet echt eyeliner kwastjes in huis. Dus deze ga ik ook gewoon gebruiken. Maar ik ga denk ik gewoon voor een hele subtiele lijntje net boven mijn wimperrand. Want stel je voor, je had de look daarvoor op. En je hebt dus ook al mascara op. En je gaat daarna naar een kerstborrel of zo. Dan moet het ook altijd even snel en even tussendoor. Dus dat is ook hoe ik het nu zie. Dus dan kun je het beter op een veilige manier doen. En zeker weten dat het lukt. Dus wat ik dan doe is, ik pak steeds hele kleine stukjes. En ik stippel bijna mijn weg langs de wimpers. En omdat het kwastje zo in die mini is en er komt best wel veel pigment af, is dat echt zo gebeurd. En ik pak meteen even mascara erbij, want als mijn wimpers nu op deze manier verder gaan opdrogen, dan krijg ik ze nooit meer goed. En dan echt op hoop van zegen lukt mijn andere oog ook. Dat is altijd zo moeilijk om het gelijk te krijgen. Dus dat probeer ik tegenwoordig niet eens meer. Maar goed, kleine streepjes. Probeer het niet te snel te willen doen. Dan heb je meer kans dat het lukt. Zo, en dit is hoe dit er nu uitziet. En ik ga toch zo nog een laagje toevoegen. Van mijn mascara. En dat doe ik ook nu op de onderste wimpers. Ik vind eigenlijk
Deze lipstick echt heel mooi erbij staan. Maar ik wil jullie toch die andere kleur even laten zien. Want mijn oogmake-up is net even wat warmer geworden dan ik eerst had gedacht dat het zou worden. Maar die lipstick en de lipliner die hierin zit. Zo'n mooie kleur. Echt amazing. Alleen ik ben nu een beetje bang dat het gaat vloeken. Snap je wat ik bedoel? Oké, ik ga hem even aanbrengen. Zo'n prachtige kleur, wauw. En dan kan ik nu de lipstick toevoegen. Oh, heerlijk. Zo creamy. Oh my god, ja, dit brengt het meteen naar een andere level, vind je niet? Wauw, die lipstick is echt niet normaal mooi. Zo feestelijk. En ik vind het ook helemaal niet storend nu met mijn oogmake-up. Terwijl dit wat cooler is dan dit eigenlijk. Maar goed, dit is mijn feestelijke make-up look. Twee varianten heb ik dus laten zien. Een lichtere variant of een dagelijkse meer. En dit is wat meer voor de avond, iets zwaarder. Het is maar net waar je van houdt. Ik hoop dat je het leuk vond en er iets aan hebben gehad. In ieder geval hele fijne feestdagen. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!